3 weken in coma gelegen. We hadden geen keuze. Ella. Ella. Groot. Ik denk dat Koen heeft het gevoel. Procedurefout. De raadkamer heeft bevolen om de verdachte vrij te laten. Vandaag. Om 17 uur. Luc Segers heeft een bom gelegd onder het systeem. En wij gaan die bom ontmijnen, meneer de onderzoeksrechter. We gaan toch geen domme dingen doen, hè? Godverdomme. Ik heb een grote kal gepakt en nu wil ik het systeem pakken. Mijn heren, we hebben een probleem. Ik ben Cies en volg jullie. Wat ik wil wel een circus. We moeten onze tegenstanders niet onderschatten. Klopt. Ik wil winnen. Luc Segers zal terecht staan voor de gepleegde feiten, omdat het zo hoort. Dames en heren, het Hof. De garantie op correcte rechtspraak is vervat in zijn regels. En die zijn niet negocieerbaar. Er staat niet alleen een beschuldigde terecht, maar eigenlijk zit heel justitie mee in de beklaagde bank. 6% vindt dat Luc Segers voor de feiten. Deze jaren gaan zitten, die mens als een held. Niet langer synoniem van rechtvaardigheid.